Dit is een nieuwe test met zoutkristallen en zout water. Dus het is in principe gewoon een potje met zout water dat hangt. Er zitten wat touwtjes in de pot die verbonden zijn met de touwtjes waarmee ik hem heb opgehangen. En het water dat gaat door de touwtjes heen en dat hangt over de pot. En door de heveling worden dus alle touwtjes nat. En alle natte touwtjes, daar kristalliseren de zoutkristallen op. Dus deze hangt ongeveer 2 dagen. Ik heb een andere versie. Deze hangt ongeveer 1,5 week. 2 weken. En het gaat in principe wel goed. Er zit wel een mooie zoutkristal op. Dus even kijken. Dit is een digitale zoom, dus het zal niet zo heel goed zichtbaar worden, maar het zijn wel vette kristallen. En deze is technisch is hij iets minder goed, omdat hij vanuit minder diep uit het potje water kan hevelen. Dus er is wat meer overgeleverd aan mijn toevoeging van vers zout water. En daardoor groeit hij niet heel erg stabiel, want ik heb een paar keer te veel water gegeven, is de shit weer weggespoeld. Dus, maar het is in principe wel vet. Als die andere, deze hier, even kijken. Als die zo door blijft groeien als hij heeft gedaan tot nu toe, dan wordt dat wel vet. Dan gaat hij wel op een goed tempo groeien. En dan wordt het wel cool. Wat je hieronder ziet, ja, het is allemaal een beetje onscherp. Dat zei je, digitale zoom. Benden allemaal. Nou, het wordt er niet beter op. Daar is echt druppelvorming. Daardoor heb je zoveel in elke lijn van elke nieuwe druppel zit een heel klein lijntje af. En daardoor wordt er dus een vlak opgebouwd van kristallen. En hij druppelt dus heel zacht. En dat is dus echt eigenlijk de vetste shit waar ik naar op zoek was, want de heveling uit het potje is dus blijkbaar, of de heveling van de zoutkristallen is dus zo sterk dat hij dus helemaal over deze wand, ik denk dat het ongeveer nou 5 centimeter omhoog, het water er overheen trekt. En heveling heb je dus nodig, of heveling vindt alleen maar plaats in een dicht systeem waar geen lucht in zit. Dat is bij pijpjes zo, maar blijkbaar zijn de kristallen dus, de zoutkristallen zijn dus zo sterk dat het dus gewoon deze 5 centimeter kan overbruggen en gewoon hieronder kan hevelen, of tenminste kan druppelen. Dus dat is wel vet, omdat het dus zijn eigen heveling op gang brengt. Als ik gewoon voor zorg dat er water in het potje blijft zitten, dan blijft hij er gewoon water overheen trekken. Dus dat zorgt ervoor dat het dus een heel stuk minder afhankelijk is van mij. En gewoon blijf werken. Gewoon geniaal. Hartstikke goed. Hier ben ik dus al enige tijd naar op zoek. En de oplossing is heel erg simpel. Ah, dan kom je altijd achteraf pas achter. Joe.